Yo, Nintendo fans! Vandaag is het tijd voor een nieuwe game. The Legend of Zelda Skyward Sword HD voor de Nintendo Switch. En in de tijdlijn van Zelda is dit de game waar het allemaal begon. Dit is het begin van Link en Zelda. Ik ben super hyped. Als jij dat ook bent, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dit is een verhaal dat mensen al ontelbare generaties lang aan elkaar doorvertellen. Het is een verhaal over een weerzinwekkende oorlog die daarna in omvang nooit meer is geëvenaard. En we zien hier al een donkere berg. Toen de aarde op een duistere dag openscheurde, kwamen er allerlei kwaadaardige gedaantes naar voren. What? De komst van deze monsters veroorzaakte meteen paniek onder de bewoners van het land. Genadeloos werden bossen in as gelegd, waterbronnen gedempt en mensen vermoord. Hyrule Castle bestond hier nog ineens, hè? In Skyward Sword. Dit was nog voordat Hyrule Castle er überhaupt was. Ik heb deze game zelf nog nooit gespeeld, omdat ik op de Wii had ik nooit zin in motion controls. Ik vond het niet chill. Nu kan het zonder motion controls, dus ik ben hyped. De monsters deden dit uit lust naar de ultieme macht, die onder de hoede van de godin was. Ja hoor. Daar is ze. Oh, en we zien daar ook Daruk zijn familie en al die andere families. Niets kon deze macht overtreffen. Het was een gave van de oude goden die de eigenaar ertoe in staat stelde iedere wens te verwerkelijken. Omdat deze macht gevaarlijk kon zijn, hadden de oude hem bewust toevertrouwd aan de godin. Om te voorkomen dat de macht in handen van de monsters zou vallen, bracht de godin de overgebleven mensen samen op een hoogpunt van het land. Dus er is allemaal destruction geweest nu, maar dat stuk land liet ze ten hemel reizen hoog boven de wolken en buiten het bereik van monsters. Aha! Vandaar de naam Skyward Sword. Oké, dus alle overgebleven mensen die nog leefden na de terreur, die mochten naar boven. Daarna sloot de godin zich aan bij de overgebleven volkeren om de monsters terug de aarde in te jagen, waarmee ze uiteindelijk vrede terugbracht in de wereld. De Zelda ging zelf weer terug naar de aarde. Alright. Ah, deze muziek. Het is zo cool. Dit is een verhaal dat mensen al eeuwen aan elkaar doorvertellen. Generatie op generatie. En de lucht is blauw, jongen. Het is super chill hier zo. Er zijn nog andere minder bekende legendes die met dit verhaal verbonden zijn. Eén van deze legendes staat nu op het punt van beginnen. Nice. Nou, ik neem even een slokje water, hè. Een legende die gevormd zal worden aan de hand van jouw beslissingen. En daar gaan we beginnen. Deze game was als origineel uitgekomen op de Wii. Daar heb ik hem nooit gespeeld, want ik hou gewoon niet van motion controls. Ik ga deze game ook zonder motion controls spelen. Gewoon met mijn Pro Controller. Let's go. Ik noem mezelf gewoon Link. Ik bedoel, Link moet gewoon Link heten en geen andere naam krijgen. We zijn in een duister woud, zo te zien. Oh, en de aarde die splijt zich in tweeën. Lijkt wel alsof er een aardbeving is. Oh, dat lijkt me een aardbevingmonster daar. Wat is dit, jongen? Wat is dit voor een beest, man? Hij heeft wel een mooie hanenkam van donkere schaduw of zo. Donkere shadow. Wow, dit is het epische vogeltje. Hier is ook een amiibo van. Die krijg ik als het goed is vandaag nog binnen. Die heb ik nu nog niet. Maar dit zijn de vogeltjes in Skyward Sword. Ik vind het wel dappere vogels, jongen. Ze zien er wel cool uit. En daar is inderdaad het eiland wat de godin hier naar boven heeft gebracht. Waar de overgebleven volkeren die nog leefden, mochten leven. Hier heeft Zelda iedereen naartoe gebracht om te redden. En ze zijn lekker aan het skydiven. Lekker op de rug van de vogeltjes. Dit is mijn thuisbasis, jongen. Dit is mijn thuisbasis. Ziet er top uit. Oh, daar is Zelda. En ze zingt vol. Ah, oké, we moeten nu eigenlijk stil zijn gewoon. We moeten even naar het liedje luisteren. Super cool. Kijk, oké. Ze gaat een briefje sturen naar iemand. Ik weet niet naar wie. Naar wie zal deze brief toe gaan? Gaat hij naar mij toe? Gaat hij naar Link? Hallo Zelda. Ah. Dit is echt het begin. Het begin gewoon van alle Zelda games. Als fan zijnde moet ik deze eigenlijk wel gespeeld hebben. Yo! What up Link? What up? Alles chill. Oké. Oh, zeker niet alles chill zo te zien. Dat beest, dat is even, dat komt even naar Linky toe. Maar ik denk dat dit een droom is. Ja, zie je? Opstaan, Link. Het is tijd dat je wakker wordt.
Je bent voorbestemd om grootste dingen te doen. Het is tijd om wakker te worden. Link, wiki wiki. Doei monster. Word maar wakker Link. Het is weg. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je kan gewoon chillen. Het was maar een nachtmerrie. Staat er nog eens een vogel voor je snuffert. En hij is weer uit bed gedonderd. Die vogels vind ik wel cool, man. Kijk hem nou. Wat een beide handje. Ja, en zie je, daar hebben we de brief van Zelda. Oké, doei. Dag. Tot de volgende keer, tot ooit. Wat staat er in de brief, jongen? Hey slaapkop, omdat je graag uitslaapt, leek me verstandig om je te laten wekken. En sliep je nog? Dan moet je opstaan, Link. Vandaag vindt de vleugelceremonie plaats. En voordat die begint, heb je beloofd om bij me langs te komen. Weet je nog? Nou, schiet op. Kom naar me toe. De brief van Zelda. Ik vind het wel leuk de manier hoe ze met elkaar praten. Ze praten echt een beetje als tieners tegen elkaar. En dit zijn onze eerste stappen in The Legend of Zelda Skyward Sword. En ik moet zeggen, het ziet er nog best wel leuk uit ook eigenlijk. Oké, we trekken de kast open. We vinden blauwe roepie, dat is 5 roepies waard. We doen de kast weer dicht. Staan er zoveel leuke dingen in die kast, dan pakken we alleen de blauwe roepies eruit. Beetje jammer. Let's go, we gaan naar buiten. Oh, wacht. Zijn we al buiten? Nee, dit is best een groot huis. Oké. Okay. Hallo party people. Ja, dit is een mooi vliegend eilandje dit, jongen. Dat heeft Zelda goed gefixt voor ons. Dit is Skyloft. Nogmaals mijn thuisbasis met een beeld van de godin. En ik denk dat dat dan de plek is waar we naartoe moeten. Dat Zelda zich daar schuilhoudt op dit moment. Kunnen we klimmen? Oh, wacht. Raphael, die zegt Link, kijk eens omhoog, jongen. What up, Raf? Goedemorgen, Link. Vandaag is het zover. Het is de dag van de vleugelceremonie. Ben je er klaar voor? En dat doet me ergens aan denken, want ik wilde je nog wat vragen. Focus op mij om mij kort te spreken. Oké. Okay. Houd ZL ingedrukt. Kijk daar. En dan met A praten. Dit zijn natuurlijk allemaal oefeningen, zodat je de basis van de game een beetje doorkrijgt. En we moeten op die houten dingen klimmen, door er tegenaan te sprinten. En met B sprinten we. Ah, oké, okay, cool. Klimmen maar. Is het zo dat Breath of the Wild gewoon een klein beetje hierop geïnspireerd is misschien? Want daar hebben we ook zo'n uithoudingsvermogenmeter. Zou zomaar kunnen. Hallo Leeuwik. Morgen. Heb je enigszins kunnen slapen vannacht? Ja man. Ik heb wel chill geslapen. Ik werd alleen gewekt door een vogel. En toen viel ik op de grond. We moeten even naar dat vogelbeeld staan. Oh, oké, dan kunnen we gebed zeggen om onze voortgang op te slaan. Top. Wat is dit? Dit is een energievrucht. Die vult de energiemeter weer aan. Top. Waar is het vogelbeeld? Oh, kijk hier. Hier. Hier is het vogelbeeld. Even opslaan. Zo, de eerste 5 minuten zijn belangrijke 5 minuten, jongen. Die moet je gelijk opslaan. Let's go. We gaan Zelda opzoeken. Maar dit is wel een mooi gamepie, hoor, jongens. Dit hebben ze wel leuk gedaan. Dit is toch wel een leuke remaster. Een HD remaster. Het ziet er gewoon dikke prima uit. Het loopt best wel soepel. Ik ben er tot nu toe blij mee. En Zelda, die is ook blij, want die is lekker op de harpie aan het spelen, zo te zien. Of wat is het? Is het wel een harp? Nee, een harp is zo'n groot ding. Hoe heet dit? Of is het ook een harp? Is het een kleine harp? Dit is ook een harp, toch? Oh, wacht even, wacht. Ze is aan het zingen. O jongeling, neem de godin bij de hand. Verbind hemel en aarde. Breng licht naar het land. Oftewel, moeten we de hand van Zelda vastpakken? Is dat wat wij moeten doen? Hallo Zelda, goedemorgen! Ik ben blij dat mijn Loftwing je uit je nest heeft gekregen. Ik was al bang dat je laat wakker zou worden en zou vergeten dat we met elkaar hadden afgesproken. Wat vind je van mijn instrument? Ik vind het een mooi instrument, maar ik vraag me nog steeds af, is dit nou een harp? Ja toch? En mijn jurk! Je hebt ook een mooie jurk, Zelda. Ik mag er vandaag tijdens de ceremonie gebruik van maken, omdat ik de rol van de godin speel. De rol van de godin. Maar jij bent zelf ook een godin. Tenminste, je hebt de krachten van de godin. Over het instrument zeggen ze dat het een replica is van het instrument waar de godin volgens de legende op speelde. Het geluid is ook schitterend. Toen ik mijn vader erna vroeg, zei hij dat het instrument een harp wordt genoemd. I knew it. Waarom twijfel ik aan mezelf? Hey, kijk mijn kleren eens. De omslagdoek heb ik zelf gemaakt om te dragen tijdens de ceremonie. Met de harp en mijn kostuum ben ik helemaal klaar voor mijn rol als godin. Wat vind je? Hoe zie ik eruit? Nou, je ziet er prachtig uit, Zelda. Ongelooflijk beeldig. Hoe zie ik eruit, Zelda? Kijk mijn... Ik word echt een derpface. Ik denk echt zo... Daar ben je, Zelda. Ben je helemaal klaar voor de ceremonie? Oh, dat is de vader. De vader van Zelda. Hallo, koning. Of hier is het nog een rector. Wow. Ik weet niet, maar in andere games is je vader knapper.
Ik ga niet zeggen dat je vader knap is. De vader zegt, gezien je talent om er lang uit te slapen, is het bemoedigend om je al zo vroeg uit de veren te zien. Jij kon vannacht zeker geen oog dicht doen van de spanning. Ik heb top geslapen, jongen. Als je de ceremoniële race vandaag wint, mag je na de race met Zelda het speciale ritueel uitvoeren. Een uitstekende reden om straks je best te doen, dunkt mij. Gaan we racen? We gaan racen. Maar Zelda denkt dat ik geen kans maak, omdat ik niet geoefend heb. Jawel, we gaan winnen. We gaan winnen. Zelda, je moet iets meer vertrouwen hebben in mij, Zelda. Rector Gepora zegt dat ook. Ja, je moet iets meer vertrouwen hebben gewoon. Niet dat je geen punten hebt, want de vleugelceremonie test zowel vaardigheid als de balans tussen rijder en vogel. Het zal dus niet makkelijk zijn om de wedstrijd te winnen. Ja, maar ik kan dit, jongen. Ik heb alleen niet getraind, blijkbaar. Maar ik kan dit alsnog. Mag ik alsjeblieft gaan racen? Iedere bewoner van Skyloft is een koppel met een Loftwing. Blijkbaar heb ik ook mijn eigen Loftwing en dit zijn de beschermvogels. En als ze nog jong zijn, dan ontmoeten we onze eerste Loftwing onder het standbeeld van de godin. Maar de eerste ontmoeting tussen Link en zijn Loftwing was nog specialer dan anders. De vogel die naar hem toe kwam was een rode Loftwing en dat soort is zo zeldzaam dat ze dachten dat die waren uitgestorven. Ik heb de beste Loftwing, jongen. Maar waarom heb ik niet getraind dan, jongen? Oh, omdat ik gelijk op de rug van mijn Loftwing sprong en ik ging gelijk... Weg, jongen. Ik hoefde geen eens te oefenen. Wij waren sowieso al de beste van allemaal. En Zelda was een beetje jaloers. Kom op. Waar is mijn Loftwing? Kom eens. Kom hier. Waar ben je? Maar de ceremonie is onderdeel van de laatste test voor iemand die ridder wil worden van Skyloft. Dus als ons dit lukt, dan worden we ridder. Wat als Link zijn grote kans laat liggen? Ja, Zelda is echt super bezorgd om ons. Zelda wil heel graag dat wij winnen. Is Zelda hier een beetje verliefd op Link misschien? Zelda zegt, luister Link, je kan maar beter zorgen dat je vandaag de sterren van de hemel vliegt. Je moet op zijn minst nog even oefenen. Nou, oké, we gaan nog heel even oefenen dan. We zijn er. Oké, ga je gang. Spring over de rand en roep je Loftwing. Oh, wat? Oké, we gaan serieus skydiven hier. Zelda, nee. Oh, man. Zelda duwt me gewoon er vanaf, jongen. Moet een pijltje naar beneden indrukken, dan komt een Loftwing eraan blijkbaar. Of niet? Hallo? Leeft mijn Loftwing nog? Of... Het gaat mis, zegt Zelda. Nee! Zelda roept haar eigen Loftwing. Een blauwe. Yo, waar is de mijne dan? Waar is die? De mijne weigert gewoon, jongen. De mijne is gewoon werkweigering. Ik ga hem ontslaan. Kijk, we worden gewoon weer gered door Zelda. Waar is mijn Loftwinkie? Dit kan echt niet. Ik dacht dat ik een speciale Loftwing had. De rector vraagt, zijn jullie in orde? Het spijt me. Het was niet mijn bedoeling om zo op te jagen. Heb je een vleugel bezeerd, zegt Zelda tegen haar Loftwing. Ja, maar dude... Waar is de mijne, jongen? De rector die snapt er ook niks van. De rector zegt ook, ik heb nog nooit meegemaakt dat een Loftwing zijn meester zo in de steek liet. Waar is mijn beestie nou? We moeten uit gaan zoeken waar mijn vogel is gebleven. Oh, wacht even. Ik hoor een geluid. Wat is het voor geluid? Dat is een bel. En waarom zou ik naar deze bel moeten gaan? Wat is daar? Meester Raphael organiseert dit jaar de ceremonie. En we moeten hem gaan vragen of hij de ceremonie wil uitstellen, omdat mijn Loftwinkie er niet is. Oh, maar de rector gaat zelf wel even, want ik bedoel, de rector is de baas van dit eilandje. En die gaat even vragen of het oké is dat de ceremonie wordt uitgesteld. Want mijn Loftwinkie die heeft er gewoon geen zin in, jongen. We moeten in ieder geval naar het grote plein om te vragen of iemand mijn Loftwinkie heeft gezien. En dat is helemaal aan de andere kant. Nou, dan gaan we daar maar even naartoe. Oh, wacht. Ik moet volgens mij even met deze guy praten. Hallo. Heb jij mijn Loftwinkie gezien? We moeten hem ergens mee helpen. We moeten sprinten tegen de boom. Want dan gaan we rollen blijkbaar. En dan komt dat beest eruit of zo. Druk op L tijdens het sprinten. Oh, oké. Nice. Dit is een Miwus. Ik heb er een gevonden. Een wolkenhert. Oh, nee. Het is geen Miwus, want deze gast heet Miwus. Miwus. Oh, thanks voor je 5 rupees, dude. En we hebben een hartje gevonden. Die groeien hier aan de planten. En zo werkt dat hier in Skyloft. Anyway, weet jij misschien waar mijn Loftwinkie is? Nou, hij weet het niet. De vorige keer heeft Pimus gewonnen. Iemand op dit plein zou moeten weten waar mijn Loftwinkie is. Struis. Die zegt, Gundert, wat een narigheid was dat. Met al dat gepik en gekrap. Nogal wieders, dacht je dat die rode Loftwing zich zonder stag of stoot gewonnen zou geven? Heb jij gevochten met mijn Loftwing, Gundert? Gast, we hebben hem toch onder de duim gekregen. Hoe sterk die beesten ook kunnen zijn, uit dat hok komt hij voorlopig niet. Hebben jullie mijn Loftwing opgesloten? Nee, joh.
Zijn jullie de chop-joytjes van Skyloft? Gasten, serieus. Laat mijn Lofwing met rust. Gandit die zegt, we lopen hier rond te neuzen. Ik snap het al. Je wilt natuurlijk over de race praten. Ik zie het aan die sullige blik van je. Je ogen smeken duidelijk. Oh, Gandit, kun je me alsjeblieft aan laten winnen vandaag? Ah, toe nou. Je wilt natuurlijk graag winnen, zodat je aan het einde van de ceremonie een poosje alleen met Zelda boven het standbeeld van de godin mag klessenbessen. Volgens mij ben jij ook een beetje verliefd op Zelda. Gander doet niet aan liefdadigheid voor watjes. Ga eerst maar eens je best doen. Heel misschien word je dan nog tweede, zegt hij. Ja, maar gast, jij bent een cheater, jongen. Jij hebt mijn Lofwing opgesloten in de gevangenis. Eigenlijk zou ik je nou een tikkie op die dikke neus van je moeten geven, jongen. Hij zegt ook, hoe kan het dat ik die vogel van je nergens zie? Waar is die rode verenbaal van je? Zou hij verdwaald zijn? Oh, ik zou het niet weten. Geef hem gewoon terug, dude. Geef hem terug. Jij droepie. Gandit zegt, waar heb je het over? Ik heb het over mijn Lofwing die jij hebt opgesloten. Je moet je kop houden, Gandit. Hij is flink jaloers. Hij is flink jaloers op Zelda en mij. Hij zegt, jij bent al jaren vrienden met Zelda. En denk je dat het leuk is om dat te horen? Word eens wakker. Ga je wat stoerder gedragen. Door watjes als jij wordt de repetitie van de academie door het slijk gehaald. Jongen, door gasten zoals jij die Lofwings opsluiten. Ja! Zelda is er ook en die vraagt over wie heb je het precies, Gandert? Lekker voor je. Lekker. Je moet geen grappen maken met Zelda. Zelda die zegt geen geintjes, Gandert. Je laat Link met rust. Begrepen? Hij is net zozeer een student van de academie als wij. Waarom zit je hem altijd zo op zijn kop? Ja, Gandert. En waarom sluit je mijn Lofwing op? Wat dacht je? Kom op, man, zegt Zelda. Gandit wordt betoverd, jongen. Ik dacht... Laat maar. Het maakt niet uit wat ik dacht. Oké, Gandit. Doei! Die gast daar rechts ook, jongen. Kijk er nou staan, jongen. En die linker met die dikke neus van hem. Wat een gasten, jongen. Dag, opgeruimd staat netjes. Mazzel. Ja, vlieg maar lekker weg met z'n allen. Houdoe. Zelda zegt... Ik zeg niet graag, maar ik vermoed dat die domoren te maken hebben met de verdwijning van je Lofwing. Link, van die kerels hoeven we geen hulp te verwachten, dus we kunnen beter zelf op onderzoek uitgaan. Zelda gaat over Skyloft vliegen om te kijken of ze een spoor kan vinden van mijn vogel. En vader heeft gezegd dat hij meester Raphael om uitstel zal vragen, dus het moet lukken om je vogel voor het begin van de vleugelceremonie nog te vinden. Oké, Zelda! Maar waar is die? Zou die hierboven zijn misschien? Het zou zomaar kunnen dat die hierboven gewoon opgesloten is. Klimmen! Nee. Dit ziet er niet uit als de plek waar mijn Lofwing zal zijn. Ja, dan zit hij denk ik ergens in een of andere kerker of zo, onder de grond. Kan ik deze vlinder ook pakken? Misschien heb ik daar een netje voor nodig en kan ik hem later wel pakken. Anyway, in de volgende aflevering gaan we op zoek naar mijn rode Lofwing en gaan we kijken of we aan de ceremonie mee kunnen doen. Dit wordt een super vette serie met hopelijk heel veel lange afleveringen. Als jij dat wil zien, doe een duimpje omhoog, laat het weten in de comments en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!